en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaat het over liefde. Ik ga vandaag een leuke make-up look maken voor Valentijn. Dus voor iedereen met een vriend, een man, misschien ben je wel verloofd, ga je iets doen op die dag, dan heb ik vandaag een hele mooie, warme, rode liefdeslook. Ben jij nou vrijgezel, net als mij, dan maak de look gewoon alsnog ook en ga gewoon iets doen met jezelf. Want uiteindelijk is het belangrijkste dat je houdt van jezelf. Ik heb ook mijn love ketting aan. Zo, hier staat love en hier heb je een klein hartje. En dit hartje kwam ik net achter pas. Kan dus open. Kijk hoe cute. En je kunt er dan een foto van iemand in doen of zo. Echt super cute. En het wordt ook wel echt een draagbare-achtige look, vind ik. Ik weet dat vaak mensen iets hebben van het is echt helemaal niet draagbaar, maar ik vind het vandaag best wel draagbaar. Ik doe niks wat echt heel extreem gaat zijn of wat dan ook. Dus ben jij benieuwd naar de mooie Valentijn make-up look? Dan vergeet niet alvast te liken en te abonneren en dan gaan we snel beginnen. Nou mensen, I cannot wait. Je kunt al aan mijn achtergrond zien voor welke kleur ik ga. Voor rood. Het oogschaduwpaletje die ik ga gebruiken is mijn Huda Beauty Ruby Obsessions paletje. En die is zo heel mooi roodachtig. Kijk. Hele mooie beetje roodachtige kleuren. Dus perfect voor de look die ik vandaag ga maken. Dus laten we snel gaan inzoomen op mijn ogen. De look die ik vandaag ga maken heb ik al een tijd terug gemaakt op mijn Instagram. Alleen niet op mijn kanaal. Dus ik maak hem vandaag ook op mijn kanaal. Op mijn Instagram had ik ook geen video ervan geplaatst. Dus je kon niet zien hoe ik het had gemaakt. Dus ja, vandaag wel. Ik ga beginnen met het primen van mijn ogen. Zoals je kunt zien, het is nog een beetje ontstoken daar. Het wil maar niet ophouden. Dus ja, negeer dat gewoon. En zoals bijna altijd ga ik primen met mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Ik ga beginnen met de lichtste matte kleur uit het paletje. En die breng ik zo aan over mijn hele ooglid. Een beetje zo erin drukken. En dan begin ik de look met de lichte matte oranjeachtige kleur. En dan ga ik die met een fluffy kwast zo aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Dan ga ik in met de matte, beetje meer rode kleur. En die breng ik ook zo aan in mijn arcadeboog. Zo, heel mooi en ook gewoon een beetje soft. Ik heb hier ook echt een fel rode kleur. Alleen deze glanst wel, dat vind ik wel jammer. Maar ik pak toch een heel klein beetje van die kleur, ondanks dat hij een beetje glanst. Ik vind sowieso de glanzende kleuren in dit paletje niet zo goed. Dus ik breng die ook gewoon een heel klein beetje aan, zo hier in mijn arcadeboog. Om het iets meer rood te maken. Kijk, dit maakt echt super veel verschil. Nou is het echt super rood. Kijk het verschil met de andere kant. Dan pak ik weer mijn MAC Soft Ochre. En nu ga ik een hele soft cut crease maken. Halve cut crease. Zo, en dan pak ik weer die hele lichte matte kleur uit het paletje. En die breng ik aan over de hele cut crease. Ik maak vandaag een volledig matte look. Dat is echt zo niet ik. Ik ben normaal echt van de glitter en de glans en al dat heftige gedoe. Maar vandaag niet. We gaan gewoon vandaag voor een mooie matte look. Want ja, misschien heb je wel een date met een man. En mannen zijn er nooit echt zo van gediend als je een heel glitterspectakel op je gezicht hebt. Dus we laten het gewoon lekker mat vandaag. Zo ongeveer. En dan maak ik ook een wing, maar ook met de oogschaduw. Ik pak weer de kleur hier in de hoek en daarmee ga ik gewoon een mooie wing maken. Ik maak ook even mijn kwast mat met MAC Fix Plus. Kijk, dat maakt het echt een stuk heftiger. I love it. Wat ik dan ook nog wil gaan doen is, ik pak dan die glanzende kleur. En daarmee ga ik er een beetje overheen. Zo, I love it. Lekker rood. Dan pak ik weer nog een klein beetje van die glanzende kleur. En die pak ik met een hele kleine fluffy kwast. En dan ga ik nog zo'n beetje langs de rand van de cut crease in mijn arcadeboog. Om het ietsje meer rood te maken. Voor mascara gebruik ik er twee. Ik ga eerst met de Essence Lash Primer mijn wimpers primen. En dan ga ik in met mijn Lolita mascara van Miss Lynn. En voor nep wimpers gebruik ik die van The Pri in de stijl 709. Dit zijn mijn everyday wimpers. En ik gebruik ze nooit echt in video's, omdat ik dan altijd wat heftigere looks maak, maar wel voor everyday. En vandaag ga ik die ook gebruiken, want ja, je hebt wel een date, dus je wilt wel een beetje normaal doen. Dus die ga ik ook opdoen en dan kom ik zo terug en dan beginnen we aan het gezicht. Oké, we gaan beginnen aan het gezicht.
We willen een mooie, egale base. Maar we willen er niet uitzien alsof we heel veel make-up op hebben. Dus voor die look gaan we vandaag. Maar het wordt wel nog gewoon echt een glam look. Ik ga mijn gezicht primen met mijn Too Faced Hangover Primer. Dan ga ik in met mijn Catrice HD Liquid Foundation. Deze heb ik in de kleur Hazelnut Beige. Die is heel mooi mat. Blend het ook echt helemaal tot aan je nek. Anders heb je zo'n lijn hier zo en dat wil je niet. Als concealer ga ik ook voor Catrice. Deze is echt geweldig. Ik heb hem in de kleur Honey. Dit is echt de perfecte kleur voor mij. En hij is ook heel betaalbaar. En echt gewoon super. Dus deze breng ik aan overal waar ik een beetje concealer wil. Ja, een beetje veel concealer wil. Als poeder gebruik ik mijn Huda Beauty poeder in de kleur Pound Cake. En dit ga ik aanbrengen overal waar die concealer zit. En dan haal ik het er weer gelijk van af. Dan een beetje poedercontour met mijn NYX paletje. En ik gebruik deze kleur. Dan pak ik ook nog mijn Benefit Hello Happy poeder. Een mooie matte lichte poeder in de kleur 2. En die ga ik nog extra aanbrengen hieronder. En dan een beetje MAC Fix Plus. Hij is wel bijna op, maar ik heb net een andere besteld. Ik doe even een rood oogpotten loodje in mijn waterlijn. En dan ga ik weer in mijn oogschaduwpaletje. En ik mix deze kleur met de andere kleur, dus die twee. En die breng ik allebei aan op mijn onderste wimperrand. En dan weer allebei de mascara's op mijn onderste wimpers. Nou, dat is nu helemaal klaar. Ik ga nu verder met mijn gezicht. Ik ga mijn gezicht bronzen. En om mijn gezicht te bronzen gebruik ik mijn Morphe Mega Star Bronzer. Die is super mooi. Die is mooi mat. En ook lekker groot. Als blush ga ik voor mijn Physicians Formula Butter Blush. Dit is in de kleur Nude Silk. En deze is heel mooi mat en zo roze. En ik wil zo cute zijn, dus ik ga voor roze. Die breng ik dan zo hier zo aan. Alsof ik een beetje zo bloot. Als highlighter gebruik ik mijn Revolution Loose Highlighter. Deze is echt prachtig. Dit is in de kleur Rose Quartz. En die ga ik aanbrengen waar ik het altijd normaal gewoon aanbreng. Zo hier en een beetje hier en een beetje op mijn neus en dat soort dingen. Dit is echt een prachtige kleur. En dan nog de lippen. Je kunt gewoon gaan voor nude. Maar ik ga gewoon voor rood. Want ik wil echt een mooie rode romantische look maken. Ik gebruik weer dat oogpot loodje die ik ook had gebruikt hier in mijn waterlijn. Deze is van Kiko in de kleur 319. En dan als lipstick mijn favoriete nummer 1 rode lipstick. En dat is de Mega Matte Lipstick van Morphe. In de kleur Dominate. Dit is echt de meest prachtige rode kleur die er bestaat. Gewoon ever. En ook niet heel duur. Iets van 8 euro of zo. By the way, voor de mensen die het niet weten. Morphe heeft gewoon een EU webshop. Dus je kunt daar gewoon makkelijk bestellen naar hiertoe zonder douane of whatever te betalen. Kijk deze kleur hoe prachtig. Is dit niet echt de mooiste rood die je ooit hebt gezien? Mooiste. Is geen woord, maar oké. En dan om alles goed te laten zitten gebruik ik ook een Morphe Fixing Spray in samenwerking met Jeffree Star. En dan is hierna de look klaar. Wat vinden we van de look? Dit is het dan. Lekker rood, lekker romantic. Ik vind het echt een hele leuke look. In mijn smaak is het niet too much. Ik heb geen glitter op. Ik heb gewoon een mooie matte look gemaakt. En het is niet echt super heftig. Je kunt het zo heftig maken als je jij wilt. Als je het heftiger wilt doen, nou dat kan. Maar ik vind het gewoon zo leuk. Als je het ook weer iets minder wilt hebben, maak dan de lippen in plaats rood meer nude.
En de huid is ook echt prachtig. Je kunt echt niet zien dat je echt veel op hebt. Het is gewoon heel smooth, egaal, glowy, maar ook weer matte. I love it. Nou, let me know wat je vindt van de look. Ik wens ook iedereen alvast een hele fijne Valentijn. Ben jij vrijgezel, niet getreurd? Ik ben het ook. Wij hebben elkaar. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video. Doeg!